Afgelopen weekend is in Theater de Reehorst het Nederlands kampioenschap goochelen gehouden. Het evenement wordt georganiseerd door de Stichting Nederlandse Magische Unie en bestaat al sinds 1951. Kinderen uit heel Nederland zijn naar Ede afgereisd om hun goochelkunsten te tonen. Dit is eigenlijk zeg maar mijn eerste echte act voor die tijd dat ik wat kindershows met wat lichtere trucs, want ik nu deed. Ik ben enorm gegroeid. Dat zie ik ook aan mezelf, aan de trucs wat ik nu doe en wat ik dan 2 jaar geleden deed. In de loop der tijd zijn er grote kampioenen opgestaan, zoals Hans Klok. Het verschil tussen Hans Klok en Hans Kliek, is dat echt maar 1 letter? Niet alleen 1 letter, ook natuurlijk de leeftijd. Hij is natuurlijk hij is ook een halve stuntman en ik nog niet. Nog niet, zeg je? Nee, nog niet, maar ik wil het later wel ook doen. Ik wil ook soms misschien wel tussendoor in films spelen waar ik stunt kan doen. Dat vind ik wel leuk. Maar natuurlijk ook, dat heb je ook nodig met het goochelen. Want je doet soms, want ik wil later ook illusionist worden zoals Hans Klok. En dan moet je ook, soms doe je levensgevaarlijke trucken. Hoe is het nou om assistent te zijn van de beroemde Hans Klik? Ja, superleuk natuurlijk. En ja, het is ook superleuk omdat ik dan gelijk beroemd ben. En omdat ik, Hans Klik, die is heel erg beroemd geworden. En dan ben je ineens zijn assistent. Dus dat is wel leuk. Wat is nou het belangrijkste wat een assistent moet doen tijdens een show? Nou, dingen goed aangeven. En ervoor zorgen dat niks eigenlijk een beetje fout gaat. Want als er bijvoorbeeld een glas op het dienblad staat, moet die niet gaan omvallen. En dat is dan eigenlijk jouw werk om die dan niet te laten vallen. Eerst oefen je dus zeg maar heel veel op techniek en dat ongeveer 1 jaar, 2 jaar. Met sommige trucs, maar sommige kan ook in een halfjaartje. En daarna op de echte presentatie, dat is meestal wat moeilijker. En daar ook wel 1 jaar, denk ik. Wat zijn nou je grote voorbeelden? Jeff McBride en Hans Klok. Deze jonge goochelaar speelt niet alleen op het podium, maar hij oefent thuis ook. Met een dwangbuis. Mijn oma heeft een dwangbuis gemaakt. Ze mocht aan het werk. En toen... Nu heb ik zelf de Jaws of Death van papier nagemaakt en nu hang ik, die heb ik aan mijn bed gehangen en nu hang ik soms wel eens op zijn kop daar proberen uit te komen. Uiteraard zijn de goochelaars niet de beroerdste om ook na het interview nog een act te tonen. Heb je ook nog een truc dat je mijn cameraman kan laten verdwijnen? Misschien. Ja, probeer eens even.